Duidelijk, geen problemen. De video schrijft zegt akkoord. Dat betekent eigenlijk dat wij alle races, met name de looponderdelen, controleren of er niks geks gebeurt. Met name lijnfouten, mensen die te vroeg naar binnen gaan, het duw- en trekwerk. En we controleren uiteraard ook mee de valse starts bij de sprints. Video scheidsrechter aan ET en scheidsrechter lopen. Disqualificatie, baan 4, stap op de lijn, startnummer 33. Wat zag je? Nou, ik kijk hier live mee en ik zie als ik iets zie in de bocht, nou, zit er dicht op, attendeer ik mijn bedieners erop. Kijk even mee, baan 4 bij de start, zodat zij direct terug kunnen kijken op de beelden. Spoelen we terug en dan halen we op verschillende snelheden om te kijken of er daadwerkelijk iets gebeurt. Hoeveel camera's heb je eigenlijk hangen? We hebben hier in het Omnisport 21 verschillende camera's hangen. Alle bochten en verder ook bij alle technische onderdelen staat minimaal één camera om alles te controleren. Deze is ongeldig, dat is net hier ook wat. Maar deze is dan wel geldig, want die is er net niet op. En deze is ook geldig, want die is er net niet op. Als we daadwerkelijk een overtreding zien, melden wij dit aan alle scheidsrechters aan de elektronische tijdwaarneming. En melden wij inderdaad de disqualificatie. Atleten worden dan gedisqualificeerd en kunnen altijd hierboven de beelden terugkijken mochten zij daar in protest kunnen gaan. In principe mag iedereen de beelden bekijken die binnen de serie een persoon is, zeg maar, of de trainer of de atleten. Die worden vanuit het meldbureau hier naar boven gestuurd om te vragen waar we willen graag de beelden zien. We hebben eventueel een protest of we zien iets verkeerd gezien. Ons ontschiet ook nogal wat dagelijks iets, dus wij gaan even controleren op of hij daarbij gelijk heeft. En meneer had inderdaad gelijk, we zagen inderdaad nog een voetje binnen op de lijn. Nadat ze de beelden hebben gekeken, zijn de meeste atleten wel berust geworden te zien. Oh ja, we hebben daadwerkelijk een fout gemaakt. Sommige zaken blijven altijd nog discutabel, maar het gaat natuurlijk niet zo als bij het voetbal, moet ik zeggen. Hoe vaak grijp je eigenlijk in op zo'n dag? Eigenlijk wel verschillend, ligt een beetje aan de verschillende onderdelen. Met name op de 200 meters en de 400 meters worden wat vaker lijnfouten gemaakt. Als we nu kijken in het voorprogramma hebben we twee keer ingegrepen vanwege een voetje aan de binnenkant van de lijn. Dus als je zo kijkt, denk ik dat je gemiddeld zo'n 5 tot 6 keer daadwerkelijk ingrijpt, op zo'n maximaal. Maar eigenlijk wordt elke race daadwerkelijk goed gecontroleerd. En soms bij twijfel laten we de atleet het voordeel van de twijfel krijgen.